man met een naam waar je je tong over kunt breken. Djaramba Narandungalak uit Mongolië. Met een originele opkomst, zong. Zo te horen. Heeft een karate- en boksachtergrond deze Djaramba Narandungalak. En die kennen wij vooral door zijn spectaculaire naar voren gesprongen. Koprol waarmee hij eigenlijk over zijn rug heen draait en die hiel met een enorme vaart naar beneden laat komen richting sleutelbeen of hoofd van de tegenstander. Een powerpuncher, een man die veel kracht in alles gooit wat hij heeft. En een van de vele Mongoolse vechtsporters is die tegenwoordig in Japan de boel onveilig maken. Zowel in het judo en het worstel als in het sumo-worstel ook. Heel veel Mongoliërs. Maar dan de winnaar van vorig jaar. Buakaw Porpramuk, de Thai. De man die het trappen tot wetenschap heeft verheven. Een product van de Thaise topschool. Een man die zijn naam gemaakt heeft. Een naam die vele tegenstanders van tevoren al doet sidderen. Want hij trapt en trapt en trapt. Heeft, naar het lijkt, ijzer in zijn scheenbenen zitten. Deze Buakaw Porpramuk. Tot nog toe slechts eenmaal verloren in deze K1 systeemwedstrijden. Dat was voor ons landgenoot Albert Kraus. Na een extra ronde. Februari van dit jaar. En het zou natuurlijk mooi zijn wanneer hij door zou kunnen gaan. Want dan krijg je straks de wedstrijd van deze laatste kwartfinale winnaar tegen de vorige. Dat zou dus Kraus zijn tegen Buakaw. En dan krijg je een prachtige revanche kans voor deze tijd. En dus veel spektakel. Maar goed, zover zijn we nog niet. Want hij moet eerst langs de Mongoliërs zien te komen. En dat zal niet zo eenvoudig zijn. Want Djaramba Narandungalak is een vechter die weet dat winst hier hem veel voorspoed kan brengen. Mongolië is een straatarm land wat echter vechters voortbrengt. Mannen die gewend zijn om te strijden voor hun hebben en houden. Door de jaren heen, door de eeuwen heen, altijd goede vechters gehad. Maar ook nu, in de vechtsport. Rechts, Buakaw Porpramuk, tegenover hem Djaramba Narandungalak. En zij zijn in de strijd voor de hoofdprijs van vanavond. De hoofdprijs, de winnaar van de K1 Max, €75.000. U hoort het goed. En hij is een van de grote favorieten om dat weer voor zich op te eisen. Vorig jaar deed hij het, toen won hij. Gaat hij dat huzarenstaaltje vanavond herhalen? De vraag die velen bezighoudt. Velen hebben hem getipt als de grote favoriet. Maar goed, dat is ook een last soms, hè? Zo'n favoriete rol. Hij heeft weinig te verliezen. De Mongoliër in het blauw. Porpramuk, Buakaw Porpramuk in het wit. Moet dat een beetje loskomen, die Pramuk. Meestal zie je dat de Thai pas nijdig wordt wanneer die keertje goed geraakt wordt. Of wanneer de tegenstander iets onsportiefs doet. Dus voor de Mongoliër is het te hopen dat hij niet zo doldriest is om een truc uit te gaan halen. Want dan kon hij wel eens een keer de boel van een koude kermis thuiskomen.
Vooralsnog begint Pramuk rustig. Hier is de Skouras, de low kick van de kant van de Mongoliër. Na twee wilde hoeken. En ik vraag me af of hij lef heeft om die voorovergesprongen salto, die koprol met salto en dan die heel kick erachteraan, of hij dat durft te maken bij deze Pramuk. Want het kan ook een averechts effect hebben natuurlijk als hij dat doet. Een Tile helemaal niet vindt het niet prettig als hij over zijn hoofd geraakt wordt met een trap. Helemaal niet als het op zo'n manier gebeurt. Maar goed, daar heeft hij wel ruimte voor nodig. En die ruimte die geeft Pramuk hem volgens nog niet. Die gaat zo centimeter voor centimeter naar voren. Houdt hem bezig, blijft dreigen. En kijk, ja, dat is zo mooi. Hè? Dat wegdraaien, dat hele korte explosieve draaitechniekje die hij gebruikt om zijn tegenstander uit balans te halen. En je ziet dat die Pramuk een kracht uitstraalt. Man. Er zit een power in. Daar hoef je niet eens verstand voor van kickboxen te hebben, om het te zien. Die man die staat daar gewoon en die geeft er een statement af. Ik ben hier de baas. Maar goed, we onderschatten uiteraard de Mongoliër niet. We weten dat hij lastig is en lastig kan zijn. Hij is zeer zeker niet de favoriet hier hoor. Absoluut niet. Dat zal Boerkau zijn. Al laat hij vooralsnog de wedstrijd zijn beloop. Ja, kijk eens even. Oh, dat is niet zo leuk voor Pramuk, die daar meestal niet zo goed tegen kan. We hebben vaak genoeg gezien dat wanneer iemand hem onderuit schopt of gooit, dat hij nijdig wordt. Dat hij dan echt pissig wordt en dan zie je meestal een soort barrage van traptechnieken losbarsten over het arme slachtoffer. De Thai is een notoire slow starter, dat weten we ook. Je ziet al dat die trappen van de Thai het nodige ellende teweeg brengen op de onderarmen bij Jadamba. En daar natuurlijk al weer dat draaien aan die nek. Hij mag het niet. We mogen ze blij zijn, die mensen, dat de regels niet op Thai-boxregels gedaan worden, maar op K1-regels. Want dan hadden ze echt een probleem met deze Boerkau. Over het algemeen zijn Thais niet zo populair hier in Japan hoor. Want daarvoor hebben er al te veel hier gewonnen op hele grote toernooien. Dat speelt ook nog eens een keertje mee. Al is deze Pramuk natuurlijk met zijn winst in de K1 op K1 regels waarschijnlijk wel een hele goede uitzondering. Au, je ziet die gelaatsuitdrukking van de Mongoliër. Je ziet hem denken, nou die trap wil ik geen tweede keer krijgen op mijn onderarmen. Want we hebben ze zien weggaan in het verleden. Die Thais toen hier pas in Nederland kwamen voor de eerste paar keer. Nou, dat hebben ze geweten. Onderarmen met ballonnen onderaan. Van de effecten van de vele trappen die de Thais uitdeelden hier. Ook daar moet je mee overweg kunnen gaan. De scheenbenen van Boerkau zijn gerenommeerd. Eerste ronde is erop. Tweede ronde. In het wit Boerkau voor Pramuk. Mooie backkick. Jawel. Jadamba Naradungalak laat zien dat hij ook wel overweg kan met zijn been. Heeft een Kyokushin karate achtergrond, zoals zoveel. Hij kan beter uit de grijp graag armen blijven van onze vriend uit Thailand, want dan ligt hij alleen maar op de grond. Want dat spelletje beheersen zij als geen ander hoor. Zodra je maar even die balansverstoring aan kunt voelen en dat been er weer overheen. Altijd weer die benen. Dan moet ik zeggen dat hij zich iets wat in lijkt te houden. Of in ieder geval niet helemaal zijn ritme lijkt te krijgen. Ja, mooi gemaakt, maar mis. Het zijn toch vaak de krenten uit de pap, dat soort dingetjes, die de Mongoliër hier laat zien. Je kunt beter niet tegen die man aanplakken, maar dat is een blauwdruk om op de grond gegooid te worden. Beenveeg, knie. En dat been er weer overheen.
Dit is een gecontroleerde wedstrijd. Dat zie je ook. Ik zie niet in waar Djaramba naar Dugalak iets zou vandaan moeten halen om het hem lastig te maken. De stootkracht van de Mongoliër lijkt mij niet voldoende om enige indruk te maken op Blokau. Het trapwerk is niet hard genoeg. Eigenlijk alleen maar die verrassing komen van die speciale zwaaitrap, die zwaaitechniek van de Mongoliër. Maar daarop zal ook de Thai getraind hebben, natuurlijk. En weer, die knieën, hij mag ze niet maken vasthoudend, al zou hij dat graag willen. Boekau voor Pramuk. Ook hij stoot niet meer dan we van hem gewend zijn. Je ziet duidelijk dat Boekau zich op het stoten heeft toegelegd. Zich ook realiseren dat alleen maar trappen niet genoeg is hier in Japan. Nou heb je daar wat dat betreft in taal uitstekende spanningpartners en uitstekende bokstrainers voor. Want het aantal Thaise bokskampioenen, gebruikelijk Engels boksen zeg maar, dat is echt zeer groot. Al jarenlang brengen ze daar toppers voor in die lichtere klasse. Reken maar dat ze ook daar in Thailand kijken hoor, dat deze Boekau hier staat. Natuurlijk. Ook daar zijn ze super trots op wat ze doen. Dit is fout. Dat moet je niet doen bij zo'n Boekau. Nou, toch is het nog niet hetgeen wat wij gewend zijn van deze Thai. Eerlijk is eerlijk. We hebben partijen van gezien in het verleden die beduidend meer pit hadden. En toch ook een hoger tempo, wat meer venijn, vooral dat. Kijk, die opstoottijd die hij krijgt van Djaramba naar het Dungalak, die had hij normaal beantwoord nog veel meer geweld terug. Hier blijft het wat achter. De knie is goed en de overname uiteraard ook. Laat maar liggen, jongen. Nou, zal deze man Boekau Por Pramuk aan de hooggespannen verwachtingen voldoen? Hij staat bij de boekies, bij de boekmakers, hoog genoteerd. Hij heeft niks te verliezen. Djaramba Narantungalak. Hier de defending champion, de kampioen van vorig jaar. Final round, laatste ronde. Narantungalak in het blauw, Boekau in het wit. Hij is spaarzaam. Hij spaart zijn kracht, Boekau. Dat is jammer voor ons. Jammer voor het publiek en gelukkig voor zijn tegenstander. Ik denk dat Boekau al zoveel punten verzameld heeft in die voorgaande twee ronden. Die zich kan permitteren om niet al te veel energie te verspillen. Goeie knie daar. Hij speelt daarmee. Dat zie je ook. Hij pakt een beet op zijn nek, draait hem omheen en werkt met die knieën. Heel kort, heel snel, niet helemaal vastpakkend. Hij weet, dat mag niet. Ik vraag me af hoe hij dat traint, want ze zijn natuurlijk ontzettend gewend om met dat clinchje de meest handige dingen uit te halen. Ah, jawel. Nou, dat scheelde maar weinig. Dat scheelde maar weinig en dat is toch goed. Want voor hetzelfde geld heb je hem wel volop hangen. Toch weer die voorovergesprongen trap van die Narantungalak. Maar goed, blijkbaar heeft het te weinig effect gehad, want Boekau die wandelt gewoon dwars door hem heen. Zo lijkt het. Het begint nu even aan te dringen, dat zie je ook. Dan maar even fel in die laatste anderhalve minuut. En de arme Mongoliër die krijgt ze zwaar uitgemeten. Nou. Hij geeft hem geen rust meer. Hier een penalty van Boekau. Toch iets wat mattere vertoning, maar die rechterstoot was goed. Iets wat mattere vertoning dan dat ik gewend ben van deze Boekau. Maar waarom zou die? Hij staat voor. Goede rechterstoot daar. Hij staat voor. Kan ze permitteren om de boel iets rustiger aan te gaan doen. Te veel krachten, te veel energie verspillen is niet verstandig in zo'n toernooivorm. Maar het spel is gespeeld hoor.
Nou, dat Nugalak heeft er niet echt heel veel trek meer in. Want ik kan me zo voorstellen, na 2,5 ronden, na bijna 3 ronden met zo'n man in de ring te hebben gestaan. Dat je denkt van, nou, laat maar. Want eigenlijk heeft hij voornamelijk gekregen. En de dingen die hij heeft uitgedeeld, die hadden weinig effect. Behalve dan die ene fraaie, mooie trap. Maar ook daar wandelde Bourcault het dwars doorheen. De man heeft een perfect gevoel van balans verstoren. Dat zie je ook, maar dat hebben ze allemaal. Nou, niet helemaal Bourcault zoals wij hem gewend zijn. Maar waarschijnlijk voldoende om de wedstrijd door te komen. Kijk die trap. Hij was iets te lang. De afstand was iets te groot. Waardoor hij eigenlijk niet met zijn hiel, maar met zijn kuitbeen, met zijn kuitspier op de rug terecht kwam van zijn tegenstander. De linkerhoek daarentegen was raak. En goed ook. De uitslag. Hier de koning van Thailand. Altijd goed om dat eventjes in beeld te brengen. Je weet maar nooit waar het goed voor is. Onbeslist. En gelukkig. Hij heeft weer eentje te slapen daar aan die zijkant. En Bourcault is door naar de halve finale. Dat wordt leuk. Een revanche van Kraus en Bourcault. De wedstrijd die in februari ging naar de Nederlander. Kunnen we dadelijk opnieuw gaan zien. En dan kon het wel eens een heel spektakel gaan worden.